Goedemorgen, selamat pagi, luisteraars, kijkers in de livestream van de GKMS Anugrah Tiel. Welkom. Laten we eerst in gebed gaan. Vader, we danken u Heer voor deze mogelijkheid waar wij van gebruik mogen maken om uw woord dat leven geeft en kracht te mogen delen. Ook voor de kijkers thuis, Heer, voor de hoorders thuis, Heer. Heer, dat ze mogen ervaren, Heer, ondanks de corona-aanvallen, Heer Jezus, geloven wij dat wij meer dan overwinnaars zijn in Jezus Christus. Heer, ondanks de 1,5 meter, Heer, maar er is geen begrenzing aan dat hart dat God heeft gegeven. Heer, dat in de vrijheid mag zijn. Daar waar uw Heilige Geest is, Heer, is vrijheid. Heer, en door deze aanvallen van de coronavirus mogen wij veranderingen zien in een ieder persoonlijk. Het gebed is veranderd, de karakter wordt gevormd, Heer, en dit alles gebeurt bij ons thuis, daar in de huiskamer en ook overal, over de ganse aarde. Heer, met één doel, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Zo danken wij u, Heer, voor deze mogelijkheid waar wij graag gebruik van willen maken. Om elkaar daarin te bemoedigen. Om elkaar daarin een hart onder de riem te steken. Heer, zodat wij daadwerkelijk durven te staan. Heer, geen angst. Heer, geen paniek. Maar vrijheid. Geloven en vertrouwen. In de opgestane Heer en Heiland. Jezus Christus. Zo danken wij u, Heer. Voor uw onmetelijke liefde en genade. Voor een ieder van ons. Waar we ook zijn. In Indonesië, Amerika, Australië. Waar we ook mogen zijn. Wij mogen één ding weten. U zal ons nooit begeven en u zal ons nooit verlaten. U bent altijd bij ons. En daar danken wij u voor. In de naam van Jezus. Amen. Vorige week hebben we nog gevierd de opstanding van Jezus Christus. Opgestaan uit de dood. Daar betaalde hij een prijs voor een ieder van ons. Hij heeft de dood overwonnen. Maar we gaan verder in, dieper in hoe dat tot stand is gekomen. Toen Jezus geboren werd, toen werd hij gewikkeld in doeken. En toen Jezus later stierf, dan lezen we vanuit Marcus tot en met Johannes, lezen we stukken dat Jozef van Arimathea, die vroeg naar Pilatus om Jezus van het kruis te halen. En hij wikkelde Jezus in doeken. Linnen doeken. Het is een traditie van de Joodse volk om degenen die dood zijn te ontwikkelen met doeken. Met kruiden erin voor alles. En zodat dan begraven wordt. Gebalsemd, zeggen ze. Ik wil hier eens een stukje over lezen. Er staat in Matteüs 28 vers 59. Staat in Marcus 15 vers 46. Lucas 23 vers 53. En ook in Johannes 19 vers 40. En Johannes 20 vers 5. Ik lees Johannes 19 vers 40. En er staat: de twee mannen wikkelden Jezus' lichaam met de geurige kruiden in linnen doeken. Dat deden de Joden altijd als zij iemand begroeven. Niet ver van de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. In die tuin was een nieuw graf waarin nog nooit een dode gelegen had. Omdat de zon bijna onderging en spoedig Sabbat zou zijn, legden zij Jezus in dat graf. En dan 20 vers 5. Hij boog zich voorover, keek in het graf en zag alleen de linnen windsels liggen. Maar hij ging naar binnen. Petrus, die even naar hem was gekomen, ging het graf wel binnen. Hij zag de windsels en ook de doek waarmee Jezus' hoofd bedekt was geweest. De doek was opgerold en lag apart. Vandaag deel ik met jullie over Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God, die naar de aarde is gekomen.
en door mensen gewikkeld was in doeken toen hij geboren werd. En toen later, toen hij stierf, werd hij gewikkeld in die linnen doeken weer. Maar bij de opstanding vonden ze de windsels op de vloer. Want Jezus is niet alleen maar mens. Jezus is ook God. Maar wij mensen zitten nog vaak in dat soort dingen. Dat wij ook van onze wikkels af moeten komen. Maar voordat wij dan daarmee verder gaan, wil ik even onze twee zusjes vragen om een lied ten gehoor te brengen. Yeah.
Ik sta hier met broeder Stanley en wij willen even een indruk geven over de wikkels waarvan toen ze het graf binnenkwamen dat de wikkels waar Jezus mee gewikkeld is los is gekomen. Maar hoe staat het met ons als mensen? Ik zal even een voorbeeld geven van hoe dat in zijn leven gaat. Dit zijn wikkels die wij als mensen in het leven ervaren. Wat voor wikkels zijn dat? Ervaringen die je in je leven hebt gehad. Wat dan geworteld is in je leven. En de Heer Jezus die vraagt je hart. O Heer mijn God, mijn hart verlangt naar u. Je verlangt naar een genezing. Wat de Heer wil geven. En dat begint met de wikkels. Om er van af te komen vanuit die wikkels. En wij beginnen. Als jij verwikkeld ben, dan word jij als moeilijker. Ituana Susa, Ituana ingewikkeld. Dat zijn die dingen waarvan wij als christenen ervaren. Dan gaan we dat ontleden. We gaan die wortels die zo in ons persoonlijk leven is binnengekomen, gaan we eruit trekken. Met wortelen af. En het begint hierbij. En het begint hierbij dat wanneer jij gewikkeld bent in deze ellende, alles wat uit je mond komt is gevormd, of laten we zeggen, is misvormd door al die ervaringen in jouw leven die jij niet hebt afgehandeld. En de Heere vraagt dat in de schuilhoeken van jouw hart, dat je dan daadwerkelijk kan zeggen, ja Heer, mijn God, mijn hart verlangt zo naar u. Maar de Heere wil geen lied. De Heere wil dat je het ook praktisch brengt naar hem toe. Dat je je hart scheurt. Dat hij mag zien tot in de schuilhoeken van je hart. Want dan komt de genezingsproces op gang bij jou. En het begint hierbij. Dat wanneer wij de wikkels nu eraf halen. En het is bijzonder om te mogen ervaren dat het hierbij begint. En het begint hier bij boosheid. Wanneer wij in die verwikkelingen zijn, boosheid komt al te makkelijk in onze mond. Ik heb een paar genoemd of hier opgeschreven dat wij dan mogen ervaren. Wrok. Wrok komt eruit voort. Wrevel. Bitterheid komt eruit voort. Teleurstelling. Komt eruit voort. Ik denk dat wij als vaak moeilijkers, dat we dat als de beste kennen. We hebben heel veel vanuit onze vlees geleefd. En dat is niet verkeerd, maar er is een oplossing om van het vlees af te komen. Pijn. Verdriet. En de grootste wortel van dit alles, dat vinden we hier. En het zit geworteld dat jij daar vanuit leeft. En dat is afwijzing. Dus deze wikkels, die halen we eraf.
Wij zijn mensen, we hebben allemaal meegemaakt hoe het in ons leven is gegaan. En ook al ben je tot bekering gekomen, ook al ben je christen geworden, kan deze wortels er nog in zitten. Die moeten eruit gerukt worden. Zodat wij meer en meer op Christus Jezus gaan gelijken. Dit is van belang, zodat de wereld mag zien, de Zonen Gods, dat ze daadwerkelijk een levende, opgestane Heer en Heiland, een Heelmeester dienen. Dit is dat stuk dat wij als volk, want wij zijn ook geroepen als het Molukse volk, om dienstbaar te zijn voor Christus Jezus, voor Koning Jezus. En wij mogen dat allemaal ervaren vanuit de pijn en de verdriet, de afwijzing wat wij vroeger vanuit dat de ouders hier naar Nederland zijn gekomen, maar wij moeten er vanaf. Jezus belooft ons een overwinnend bestaande toekomst in. Dit moet tot het verleden behoren. Het is heel makkelijk om te zeggen van, ben je christen? Ik ben christen. Maar je hebt christen en christen. Waar wij die nu in Christus Jezus zijn, wat moeten wij nu doen? Ik wil delen een stuk vanuit Gods woord. In Romeinen 6, vers 1. Wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zullen wij dan nog zondigen? Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem. Eén in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er ook afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wij zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft zijn macht, heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf dus als dood voor de zonde, omdat u één bent met Christus Jezus. Leef u nu voor God. Amen. Je leeft nu alleen maar voor God. En dit is wat Gods woord zegt. In Galaten 5 vers 24. Dat zegt het. Halleluja. Galaten 5 vers 24 zegt, in Christus Jezus hebben we al onze vleeselijke begeerten en hartstochten gekruisigd. Dus als wij door de geest laten leiden, laten we bezig zijn met de geestelijke zaken. Niet meer met de vleeselijke zaken. En in 1 Korintiërs 3 vers 16 zegt, weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn geest in u woont? Als iemand Gods tempel beschadigt, zal God hem schade toebrengen. Want Gods tempel is heilig. En u bent de tempel van God. Kunnen wij voorstellen dat er zoveel wikkels in ons zijn die eraf moeten komen? Boosheid, wrok, wrevel, bitterheid, teleurstelling, pijn en verdriet.
afwijzing zelfs. Dit zijn vaak zaken die ons mens zijn overkomen. Maar hoe gaan we ermee om nu? Jezus is de enige weg die jou daarin hulp kan geven. En in 1 Korintiërs 3 vers 3... Ook nu nog wordt u door uw eigen verlangens beheerst. Want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. En ondanks dat we tot bekering zijn gekomen, zijn er nog wortels die daadwerkelijk afgehandeld moeten worden. De Heere geeft ons kracht en autoriteit om die wortels eruit te rukken. Met wortel en al. Zelfs zaden die God nooit heeft gezaaid in jouw leven. De duivel die komt om te roven. De duivel die liegt alles voor. Zodat jij maar steeds blijft te leven vanuit jouw gevoelens. Nee, je zit nu in een geloof dat bergen verzet. Nu om te gaan met de coronavirus. Weet je, God geeft ons autoriteit om die andere kant te laten zwijgen. In de naam van Jezus. Zoveel houdt hij van ons. Dat hij ons zoveel heeft gegeven. Wat wij nog moeten ontdekken. Maar weet, besef ook die dingen. Dat jij mag weten dat jij bent vrijgekocht. Met de hoogste prijs. Jezus Christus heeft de prijs betaald. Opdat jij vrij zou komen. Vanuit al die zondelast. Op de poster staat er. Romeinen 12 vers 1 en 2. En in die Romeinen 12 vers 1 en 2. Dan is het een item voor ons. Eigenlijk als christenen. Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn. Heilig. Zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat hij voor u heeft gedaan. Is dat toch niet te veel gevraagd? U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u. Beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf. Bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt. Weet u, dit zijn vaak zaken waar ik niet met trots erover hoef te zeggen. Ik zit vaak in de voorste linie om met mensen te gaan bidden. En dit zijn vaak de zaken die je als dienaar van God tegenkomt. En vaak is het de onvergevingsgezindheid. En daar moeten we mee afhangen. En dit zijn vaak de zaken die wij vanuit het verre verleden hebben mogen ervaren. Sommigen zijn eruit. Zoals de wikkels heb ik netjes bij Stanley daar onder de kraag gezet. Maar sommigen hebben de wikkels nog om hun nek. Sommigen die zijn... Ze hoeven maar zo'n ding als een vonkje te zijn en ze vliegen gelijk in brand. Sommigen die spelen gewoon dat spelletje mee. Maar de Bijbel die leert ons, doordat wij verdiepen in God, in Jezus Christus, in zijn geest, hebben wij een geest van onderscheiding. Omdat God het allerbeste met zijn kinderen voor heeft. Kun je je voorstellen dat hij zo'n prijs heeft betaald daar aan het kruis? Hij betaalde de prijs. Hij betaalde de prijs van onze zondenlast. Van onze ziekten. Van onze vervloekingen. Van onze ervaringen. Vanuit ons verleden. En dit zijn zaken vanuit het verleden.
die wij moeten leren te geven aan God. Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. En hij geeft jou een hart met goede nieuwe verlangens. O Heer mijn God, mijn hart verlangt zo naar u. In de Psalm 34 staat geschreven: verlustig je in mij, dan zal ik geven de verlangens van je hart. Maar er zijn zijn verlangens die hij geplant heeft in een ieder kind van hem. Zo mogen we weten dat deze trauma's, die zijn binnengekomen door de oren en door de ogen, die geleid hebben totdat wij, wat wij hebben gezien op de doek, waar wij mee gewikkeld zijn, dat wij daarvan af kunnen komen. Jezus, die wil jou de vrijheid geven. Jezus heeft daarom de prijs betaald, zodat wij daarvan vrij kunnen komen. Zelfs van de voorvaderlijke vervloekingen mogen we vrijkomen. Jezus, die heeft daadwerkelijk het allerbeste met zijn kinderen voor. Lockdown. In Matteüs 5. Staat er dit. Vers 13. U bent het zout dat de wereld leefbaar moet houden. Maar als u uw invloed verliest, wat moet er dan van de wereld worden? Als u de kracht van het zout verliest, dan is het alleen maar klaar om weggegooid te worden en vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een hooggelegen stad die straalt in de nacht, kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een kandelaar staan en licht geven voor iedereen in huis. Het begint daar in dat huis, thuis. Dat jij daar als licht mag functioneren om de liefde van Christus Jezus te laten zien in het hele gezin van jou, in de hele familie. En dan zegt hij: laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. Jij bent geroepen om die voorbeeld te zijn. In deze wereld die aan het sterven is, ben jij geroepen om de liefde, de boodschap van vrede, we dienen immers een vredevorst, om het te verkondigen tot in de uiterste der aarde. Hier spreekt de Bijbel over dat wij de voorbeelden mogen zijn. Maar God wil niet een stukje hart van jou. God wil je hele hart. God wil je hele ziel. God wil je hele verstand. Het zijn net terreinen waar de duivel graag gevecht wil aangaan met jou. Maar als wij de Heere willen dienen met geheel ons hart, geheel ons ziel, met al ons verstand, met al onze kracht, dan zal de Heere ons zegenen. Dat wij daadwerkelijk die licht mogen zijn in deze stervende wereld. Dankjewel voor dit stukje woord dat ik mag delen om het u door te geven. Maar wees ervan bewust, u bent de zout der aarde. U bent het licht die zal schijnen over de wereld. En Gods beloften zijn ja en amen. Ik doe het ook naar mijn volk. Gods beloften zijn ja en amen. Het oude is voorbij. Als wij daarvan uitstarten, in elke onderneming, waar dan ook, pleeg eerst God. En hij zal je overvloedig zegenen. Dit stukje die ik graag wou delen, is omdat we vaak in de praktijk vele dingen mogen zien. Hoe mensen in gebondenheid zijn terechtgekomen, maar die soms er nog niet uit kunnen komen.
Soms denk ik ook van, wauw, Jezus Christus, de weg die wij hebben gekozen om te willen bewandelen. De waarheid die ons werkelijk vrijmaakt. En het leven, opdat wij zullen leven. Dit lichaam is kostbaar voor God, omdat hierin de Heilige Geest wil wonen. Ik zal heel graag door willen spreken. Maar laat deze woorden diep tot je hart bereiken. Zodat de schuilhoeken van jouw hart... We scheuren niet meer onze kleren. Ja, soms zul je denken van... Ja, maar ik heb een Hugo Boss shirt of T-shirt of een Colbert. En die ga ik in die huis niet scheuren. Maar dit gaat over eeuwig leven of eeuwig dood. En ik kies voor het eeuwig leven in Christus Jezus. Laten we bidden. Dank u wel, Vader, dat wij mogen delen in uw onmetelijke liefde. Dit is liefde die radicaal is. Liefde die elke menselijk besef te boven gaat. Heer, dit is liefde. Dit is pas radicaliteit hoe u ervoor over heeft. Om uw geliefde beminde zonen en dochters te redden. U gaf uw leven voor een ieder van ons die er voor open willen staan. Om te geloven en te vertrouwen in u die is opgestaan uit de dood, die de dood heeft overwonnen. En u zegen ons daarbij. Heer Jezus, meer dan overvloedig. Heer, toen u kwam hier op aarde... U zag dat velen onder het juk van het rijk der duisternis leefden. U gnostieken, u bevrijdde de mensen. Heer, van ziektes en van vervloekingen, van zondes. Heer, u bent immers dezelfde gebleven. Toen nu en tot in alle eeuwigheid bent u onveranderd. Heer, deze God, deze Jezus Christus, die wil ik dienen. We hebben zo ver gezocht in de wereld. Maar die rust en die vrede hebben we nooit ontvangen. Maar u belooft ons, die vrede die ik jou geef, is niet wat de wereld jou geeft. Dit is uit de troon, uit het hart van de Vader, gegeven aan zijn kinderen. Heer, uw bloed dat gevloeid heeft, Heer, onderweg tot aan het kruis op Golgotha. Heer, daar zit kracht in om ons te reinigen. Van elke wikkel. Van elke vorm van boosheid. Van wrok, van wrevel, van bitterheid. Van teleurstelling. Van pijn, van verdriet. Van afwijzing zelfs. Er is kracht in uw bloed. Om ons daarvan te bevrijden. Heer, we danken u, Heer. Leer ons dieper daarin te begeven. Voor wat voor prijs u eigenlijk heeft betaald. Voor een ieder van ons. Die in u geloven. Zegen een ieder. Die het heeft gehoord. En geluisterd heeft. Heer, en gezien heeft. Hoe wij van die wikkels af kunnen komen. Toen Petrus, Heer, dat graf binnenkwam. Zag hij de wikkels. Het zat niet meer om u. Heer, maar wij zijn erfgenamen van u. En wij hoeven ook geen wikkels te dragen. Zo dank ik u, Vader, voor uw onmetelijke liefde en genade die u ons hebt gegeven door uw Zoon. Door uw Zoon hebben we mogen leren hoe uw Vaderhart is. Zo danken wij u hier uit het diepst van ons hart, dat onze harten verlangen naar meer van u. In de naam van Jezus. Amen. Zo gaan we afsluiten, wederom met Psalm 91... Waar u uzelf wederom, ondanks misschien verwikkeld in de strijd en gewikkeld en ingewikkeld in de problemen, dat wij daarvan af mogen komen. En dat zegt dan in Psalm 91. En daar mag u uw naam zelf over invullen. En wij komen het weer tegen. En de Heere zegt dit.
Ik zal hem verlossen. Ik zal hem bevrijden. Zegt hij daarna. Omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen. Omdat hij mij kent en mijn naam eert. Als hij mij roept, ik zal hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, ik zal bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Ik zal hem een lang leven geven. En hem mijn grootheid tonen. Hier in het aanval van de coronavirus. Mogen we dingen zien dat broeders en zusters die sterven bij bosjes. Maar hier belooft hij. Ik zal hem een lang leven geven. En hem mijn grootheid tonen. Dit is niet zomaar een belofte. En die belofte die spreek ik uit over een ieder. Die nu midden in de strijd zit tegen het coronavirus. Die nu aan het strijden is tussen leven en dood. Maar ik geloof dat God zijn grootheid wil tonen aan zijn kinderen. Laten we in gebed gaan. Ik zegen een ieder, Heer Jezus, die gekeken heeft naar deze livestream. Maar dat ze daadwerkelijk mogen beseffen dat elke belofte wat u geeft is ja en amen. En Heer, we hebben ook als volk hebben geleefd in de beloftes van mensen. En wat er dan in die lint zit, dat hebben we allemaal als volk mogen ervaren. Maar dan is er verandering, dus een oplossing. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. En Heer, zo zegen ik ook het Molukse volk. In de naam van onze opgestaande Heer en Heiland. Jezus Christus. Heer, wilt u ze reinigen, Heer, met uw kostbare en dierbaar bloed. Heer, van alles wat ze nog mee gebonden zijn. Heer, dat die ketenen zullen vallen. Dat die bolwerken vernietigd zullen worden van het Rijk der Duisternis. Maar dan dat wij in eenheid mogen verkeren. Heer, we hebben altijd geleefd waarvan ik de centrale punt is, Heer. Maar nu mogen we leven dat U, Jezus Christus, centraal staat in ons leven. In ons persoonlijk leven, in het leven van het hele volk. Want Uw woord zegt ons, wanneer het volk komt en beleidt en afhandelt met alle afgoderij, dan zal U vanuit de hoogte horen en het land herstellen. Ik dank U, Heer, voor elke belofte dat U geeft voor Uw kinderen. Zo zegen ik, Heer, en ieder die heeft geluisterd, maar wij bidden. Wij bidden, Heer, voor al die anderen die nog in de ziekenhuizen liggen. Wij bidden, Heer, voor degenen die in quarantaine zijn thuis. Wij bidden U, Heer, ook voor degenen die geliefden, beminden hebben verloren. Door allerlei ziektes en door deze coronavirus. Maar U zendt uw trooster, de Heilige Geest. U zal uw trooster zenden om ons te troosten. Heer Jezus, opdat de liefde, Heer, die overwint alles die van U komt, een ieder zal aanraken tot in de schuilhoek van de hart. Zo zegen ik hem, een ieder, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, Koning Jezus, en in de naam van de Heilige Geest. De rechtmatige Geest die in ieders lichaam wil wonen. Ook demonen zoeken een lichaam. Maar Heilige Geest, U bent de rechtmatige Geest die in ieder kind van God wil inwonen. Want onze lichaam is de tempel van de Heilige Geest. So be blessed to be a blessing. In de naam van Jezus. Amen.